Oké, ook nog hallo allemaal trouwens. Leuk dat jullie er zijn. En het is ook nog een beetje praktisch. Volgende week woensdag, dus 5 juli, is er nog een keer een Nederlandse Zoom-meeting. Ook weer van 8 tot 9. Dus dan ben je ook welkom. Even kijken, nou verder. Heb ik geen praktische dingen. Er komen af en toe nog mensen binnen, dus ik wacht heel even. Wat ook nog praktisch is, ik begin, zoals ik dat ook in die Engelse Zoom-meetings doe, dan begin ik met een praatje, zeg maar. Vertel een beetje. En dan, nadat ik, als ik klaar ben, en dat zeg ik dan wel, dan kan je jezelf unmuten. Dus dan druk je op die mute en dan heb je unmute en dan kan je gewoon wat zeggen. Je hoeft niet een handje op te steken of zo. Je kan met de groep is, 15, 14. De groep is niet zo groot dat je een hand op moet steken. Dus als je dan wat wil zeggen, dan kan je jezelf unmuten. Oké. Dit is een bijeenkomst, een meeting, over non-dualiteit. Non-dualiteit ik vind het een ingewikkeld woord. Het maakt het ingewikkeld voor iets wat zo vanzelfsprekend en zo normaal is. Dat het eerder iets lastigs wordt. Iets om te bereiken. Terwijl het alles is er al zoals het is. Het is niet iets ingewikkelds. Het is niet iets wat je kan bereiken. Het gaat over dat wat gebeurt. Dat is het. Er is niet iemand. Er is niet iemand van binnen. Alles is leeg. Alles is leeg. Alles is een, in het Nederlands zeg je verschijningsvorm. Klinkt een beetje ingewikkeld. Het is niet echt. Het is net als in een oase. Dat het heel echt lijkt en tegelijkertijd kan het zo opeens weg zijn. Alles. Op het moment dat er iemand is voor je gevoel en jij bent er en je hebt je leven en je gaat in je leven, probeer je om te gaan met de dingen die je meemaakt, met gevoelens die je hebt, waarvan je het gevoel hebt dat die van jou zijn, gedachten zijn van jou. En die lijken te helpen om te gaan met datgene wat je tegenkomt. Dat is de manier waarop we gewend zijn om met de dingen die in het leven gebeuren om te gaan. Of om te kijken of je iets kan bereiken. Of je, van alles van dat. En dan blijkt er heel vaak dat er dingen zijn waarvan je denkt van, het is eindeloos. Het is een soort strijd. En soms lukt het, soms lukt het niet. En het is altijd maar bezig zijn met, te proberen iets te bereiken of te veranderen. Het is in feite een gevoel van, het is nooit helemaal genoeg. Of het is nooit helemaal zoals het zou kunnen zijn, misschien zelfs. En dan komt er weer zo'n proberen van, om iets te doen, om te zorgen dat het wel lukt, dat je compleet ontspannen bent of dat je eindelijk je gelukkig voelt. Of er zijn altijd bepaalde doelen die je hebt, omdat het gevoel geeft van dat is hetgene waar, als ik dat heb, dan wordt het misschien anders. En ergens blijft er altijd een soort iets van, het is nooit helemaal vol, het is nooit helemaal klaar, het is nooit helemaal genoeg. Dus dan vaak komt er dan een soort zoektocht. Dat kan soms in het dagelijkse gebeuren zijn. Het kan ook met therapie of met andere dingen. En op een gegeven moment kom je dan bij dit uit. En dan hoor je van, er is niemand. Er is niemand. Oh, en dan hoor je dat iemand zeggen. Waar we het over hebben, waar dat is weg. Gevallen, zo klinkt het. En dan denk je, misschien is dat de oorzaak van de dingen die ik meemaak en de problemen die ik heb. Dus dan is er het zoeken naar geen ik. En dan misschien de vergelijken met degene die daarover praat. En dat is eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Hetzelfde verhaal van dat er steeds iets mis is en steeds nog iets zou moeten gebeuren. En waar dit over gaat, is dat er geen ik is, dat er niemand is. En dat het dat wat gebeurt, dat is het. Er is niks wat anders kan, maar er is ook niks wat anders hoeft.
Het is al compleet zoals het is. Niet dat het mooi is of fijn. Dus het leven is alles. Het is alles. Het is, maar het is niet voor iemand. Het leven, hoe je dat zegt, ziet niet een persoon hier binnen. Het is alleen maar dat kan een gezicht zijn, of een tafel, of emoties, of de straat. En dat is het. Er is niet iemand die hier, zeg maar, Roosmarijn of iemand, die dat lichaam die daar vast is en daarbinnen zit iemand en die moet omgaan met datgene wat je tegenkomt. Er is niemand. Het lichaam is niet vast en echt. En er is dus ook niks wat je tegenkomt. Er is alleen dat wat gebeurt. En het is heel klein of heel. Een hand die beweegt, de tafel, een emotie die in de ruimte is. Niet zozeer in het lichaam. Dat maken wij er vaak van. Dat op het moment dat je het gevoel hebt dat jij in je lichaam zit en dat de gevoelens van jou zijn, dan ervaar je ook dat de gevoelens in je lichaam gebeuren. Gevoelens gebeuren in de ruimte. Alles is vrij. Alles gebeurt als vanzelf in de ruimte. En dit is niet iets waar het om gaat om dat te snappen. Het is ook niet iets wat belangrijk is om te zien. Er is helemaal niks nodig, omdat dat, hoe het gaat, al compleet is voor zichzelf. Dus de manier waarop het bewegen gaat, als er een gedachte is van, oh, nou, ik snap er niks van, dan is die gedachte er en dat is hem. Er is niks wat je hoeft te bereiken, want er is niemand, maar er is ook dat wat gebeurt, is al compleet. Dat is de vrijheid. De vrijheid is dat het alles is, dat er niks is uitgezonderd. En dat de manier waarop het bewegen gaat, hoe het gezicht eruit ziet, de tafel, alles, omstandigheden, dat is wat het is. En het is niet zozeer van, ik ga dat nu tegen mezelf zeggen, oh, het is zoals het is, want dat is weer een nieuwe manier van doen. Het heeft niks te maken met waar ik het hier over heb. Het is niet iets wat je tegen jezelf kan zeggen. Want dan krijg je weer hetzelfde verhaal dat er weer een nieuwe manier is om te gaan met de dingen die er zijn. Of emoties of wat dan ook. Precies dat wat gebeurt, dat wat de beweging, dat wordt gezegd. Dat is niet jij die het zegt. Alles gebeurt vanzelf. Eigenlijk is het leven heel simpel. Alles gaat vanzelf. Alleen op het moment dat er lijkt iemand van binnen te zijn. En je denkt, ik heb een vrije wil. En het is alles, je ziet alles als vast en echt. En het lijkt ergens dat er iets mis is. Of iets nog niet helemaal goed. Of ergens voelt het als, ik ben niet goed genoeg. Of er moet nog iets gebeuren. En dan lijkt het van een vrije wil lijkt heel bijzonder te zijn. Want dan kan ik misschien datgene wat ik mis of wat nog niet genoeg is, bereiken. Maar het misverstand is dat het niet genoeg is. Het misverstand is dat je het niet waard bent. Het misverstand is dat er iemand is. Er is niemand. En er is niks wat goed is of fout. Het is alleen maar wat het is. Dus dit is niet een nieuwe manier van hoe kan je leven of het antwoord op vragen. Er is geen antwoord. Er is geen antwoord omdat er niks nodig is. Want hoe het gaat, dat is het. Dat is ook de schoonheid en de vrijheid. Want dat alles, wacht even, alles precies is wat het is. En niet dat het ergens heen gaat. Het leven is, het leven gaat niet ergens heen. Het is. En wat er gebeurt als mensen kunnen abstraheren, dan komt er meer van, oh, dit is de betekenis van dit. En het is belangrijk, wat is de zin van het leven en al dat soort dingen. En als je dat niet helemaal snapt of doorhebt, dan moet je daar ook weer mee bezig. Het is altijd ergens mee bezig zijn.
dat is dat, je zou kunnen zeggen, dat is het ik-gebeuren. Die altijd ernaar kijkt en merkt van, oh, wat is dit? Hoe kan ik hiermee omgaan? Wat is dit? En, nou snap ik een beetje. En altijd ermee bezig, ernaar kijken en ermee bezig. Dat hele ik-gebeuren lijkt zo belangrijk en lijkt je leven in een bepaalde richting te sturen, of niet? Het is een droom. Het is een droom. Het heeft geen enkele macht. Het is alleen maar een soort extra iets wat daarbij is. En ondertussen gaat alles gewoon zijn gang. En het leven ziet niet iemand. Dus het gaat ook niet. Vrije wil wordt ook niet meer gezien. Daar wordt niet door het leven gezien. Nou, dat klinkt een beetje raar. Er is geen vrije wil. Er is niemand. Er is niemand daarvan binnen. Dat is de vrijheid. De vrijheid is dat er niemand is en dat het compleet is. Dat het leven alles is, zonder uitzondering. Dat is de schoonheid. Er is ook geen tijd. Tijd is onderdeel van het hele verhaal. Op het moment dat er een verhaal is en ik ben er, dan lijkt alles in twee dingen. Dus dan is er ook tijd voor en daarna en ik word geboren en ik ga daar naartoe. Als er geen tijd is, is het geen voor en daarna. Dus alles is één. Er is geen twee. Dat is alleen als je kan abstraheren. Als alles één is, dan is er dus ook geen consequenties. Dan is er ook geen reden of het iets waardoor iets gebeurt. Het is alleen maar wat gebeurt. Nou, misschien zijn daar vragen over. Je kan over alles wat vragen, betekent niet dat je niet meer in het verhaal, want dat schijnt, het ik is het verhaal, dus daar praat je dan niet meer over. Je kan praten over alles. Het maakt niet uit. Als er een vraag is binnen iets waar je mee bezig bent, dan is dat de vraag. Dus er zijn geen rare vragen. Oké. Ja, ik heb wel een vraag. Ja. De verhalen die er zijn, die jij ook vertelt en die ik vertel de hele dag door. Doen dieren dat ook? Of hebben andere energieën? Dieren kunnen niet abstraheren. Dus die kunnen, ik weet er te weinig van over wat zij doen of niet doen. Maar die kunnen dat niet. Dat onderscheidt ons natuurlijk. En door die verhalen komen we natuurlijk een beetje in de knel. Als die verhalen er niet zouden zijn, dan zouden we net als de kat zijn. Ja. Gewoon zijn. Ja. Ja. Dan gaat het gewoon. En dan is er nog steeds angst of emoties kunnen er zijn. Ja, precies. Dat snap ik. Maar die verhalen zijn zo herkenbaar voor alle mensen natuurlijk. En die ontstaan, die verhalen. Want hersenen denken, dat ontstaat. Dat doe ik niet zelf. Ja. Maar er is niks wat je zelf doet. En dat is het krachtige. Dat er altijd ergens of het gebeurt met mij. En dat kan heel helder zijn. Hè, dat je op een gegeven moment door hebt van. Er is geen niemand en het gebeurt allemaal niet met mij. Maar het is niet alleen maar het zien of het begrijpen. Het gaat verder. Het is meer energetisch. Het is meer het leven van dat. Ik word er heel blij van. En toch zijn er zijn zoveel momenten op een dag dat ik het weer vergeet. En nu toevallig op mijn werk voelde. Want ik heb gisteren ook naar je geluisterd via je filmpjes. En ik was opvallend ontspannen vandaag. En ik heb ook verder niet nagedacht over wat ik allemaal aan het doen was. Ik deed gewoon. Dat vond ik wel. Dus ik kon het toch even vasthouden. Maar ik vergeet het nog wel heel vaak. Maar je kan het niet vasthouden. Dat is, het is iets wat heen en weer gaat, zeg maar. Ja, en waar je niet zoveel aan kan doen. Dat is omdat het zit zo diep in je lijf. Die manier van bezig zijn. Ja, ja. En dat kan minder worden, zeg maar. Zeker, ja. Ja, ja. Maar nee, verkeerd. Het is niet verkeerd als dat hele gebeuren er is. Dat is dan meer, daarmee wat er gebeurt. Ja. Ja, ja.
Soms kan het wel zo voelen. Ja. Oh my god. Ja, ja, en dat is ook niet erg. Want dat gebeurt. Dus. Ja. 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 Maar wat een valkuil kan zijn, is dat je... Niet zozeer speciaal jou hoor, maar wat... Nee. Is dat je, dat, omdat het zo helder kan zijn, dat je het blijft, dat naar jezelf kijken is het stukje wat heel krachtig is. En wat dan het opneemt van, oh nee, maar dat is ook goed. En dat is ook oké. En dat is ook, want dat is een stuk, dat maakt het soms, ik weet niet, het maakt het iets anders dan wat het is. Ja, want dan, maar dan ben je weer jezelf dingen aan het vertellen en opleggen. Dan ben je niet meer met de flow mee. Gewoon hoe het leven loopt. Nou ja, ik bedoel meer, dat is kan een manier zijn die je denkt, oh, die opeens dan erbij komt. En dan uiteindelijk blijkt dat ook weer een nieuwe manier is, zo meer. Ja, nee, precies. Ja. Ja. Hmm. Ja, mooi. Ja. Hmm. Ja. Hm. Ja, die eigen verantwoording waar het altijd over gaat. Kan je ook loslaten. Nou, het gaat niet zozeer over loslaten. Want dan ben je weer wat aan doen. Je kan het doen. Loslaten, sowieso loslaten kan je niet. Ja, doen, nee. Maar het is... Er is niemand die het doet. Er is niemand. Dus verantwoordelijkheid is wel iets wat heel erg... We hebben zoveel van die... Ja, van die ideeën of wat overtuigingen die er zijn. En die, soms weet je ze, soms heb je helemaal niet eens door dat je daarin zit. En dat is dat hele systeem, dat overleven systeem. Van wat dit is belangrijk en dit is goed en dit zou ik moeten doen en alles. En verantwoordelijkheid hoort daar ook in. Er is geen verantwoordelijkheid. Er is geen verantwoordelijkheid. Wow. Nee. Dat is... Ja, ja. Het is ook niet, het is niet onverantwoordelijk of verantwoordelijk, het is het allebei niet, laat ik het zo zeggen. Ja. Nee, het is er gewoon. Ja. Ja, en het is heel letterlijk zitten. Of er is geen verhaal. Verhaal is al subtiel, gaat zo snel, zijn we zo gewend. En het is alleen maar zitten of. Een hand of tafel. Dat. Ja. Ja. Hmm. Ja. En stilte. Stilte. Mag ik iets zeggen? Jazeker. Nou ja, het is natuurlijk zo dat in de schijnbare werkelijkheid, dat stel je werkt ergens en je moet bijvoorbeeld bejaarde mensen hun pillen geven, hè, om 6 uur 's avonds. Ja. En je denkt, nou ja, laat maar zitten. Het is wat het is. Nee, maar dat is een maniertje. Dat heeft hier niks mee te maken. Dat is een nieuwe manier dat je denkt, oh, het heeft te maken met het is wat het is en het maakt niet uit wat ik doe. Nou, dat is totaal niet waar ik het over heb. Okay. Want dat is ook weer een nieuwe beslissing. Dus, en het gaat niet over wat de beslissing is, het gaat over dat wat gebeurt. En of we pillen geven of niet, het kan gebeuren, dat weet ik. Dat wil niet zeggen dat dat dan niet, of dat het dan goed gaat, of weet ik, dat weet ik niet. Mm-hmm. Het heeft niks met een besluit te maken. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment, jij als zeg maar als persoon besta je eigenlijk niet. Hè? Dus. Mm. Er is geen ik of geen me. Dat is heel bevrijdend.
Tegelijkertijd kan ik me ook gewoon voorstellen dat je gewoon je dingen blijft doen, inclusief je baan of je huwelijk, je relatie, hypotheek, weet ik veel wat. Zonder dat je daar, het is meer een soort automatisch piloot idee dat ik dan heb. Het is geen automatische piloot, maar er is wat wegvalt of wat verliest, of wat, het is verlies van dat wat je denkt, dat je ernaar kijken en ermee bezig gaan om daar iets mee te doen of mee te veranderen. En dat ernaar kijken, dat verdwijnt, dat kan weggaan, dat is weg, of dat kan weggaan. En dat is dat er naar kijken en ermee bezig zijn. Of wat is dit? Of hoe zal ik dit doen? Of dat. Het oordeel is weg. Niet alleen het ermee bezig zijn. Ja. Dus je doet gewoon. Dus er is niemand die besluit neemt. Dat gaat vanzelf. Dus dingen schijnbaar natuurlijk ook nog. Het gebeurt. Het gaat op een bepaalde manier. Ja? Ja, dat. En dat heeft niks te maken. Het is alles. Dus het is ook pijn. Dat wil niet zeggen dat. Op het moment dat we zo in dat. Dit is mijn leven. En ik ga ermee om, of om iets te bereiken. Dan gaat het over het weg van de pijn. En op zoek naar ontspannen of een fijn gevoel. Ja. En op het moment dat die manier van zoeken en bezig zijn verdwijnt, is er gewoon geen ontsnappen aan dat wat gebeurt. Dus kan ook betekenen pijn of fysiek ongemak, alles. Ik wil niet zeggen dat je dan niet naar de dokter gaat, omdat dat gebeurt, maar er is geen keus. Er is geen keus. Ja, dus ook als je niet naar de dokter gaat, dan. Ja, maar waar wij vanuit gaan, is dat er altijd iemand is, Roosmarijn, noem maar zo, die dan geen ik meer heeft. Maar het gaat nog verder dan dat. Er is geen Roosmarijn. Er is geen Roosmarijn. Dat lichaam, dat is niet vast en de hele tijd en daar zit niemand in. Nee, en omstandigheden zijn ook niet vast en straten en alles. Dit gaat zo ver. Je kan je daar geen beeld van vormen, omdat we zo uitgaan van een vast gegeven en vaste realiteit. Er is ook geen Roosmarijn. Er is niet een soort structuur van, oh, Roosmarijn is zo en dit was ze zo en nu is ze zo. Nee, dat is een manier van denken. Maar je hoort in het verhaal. Je bent herkenbaar. Ja. Je bent niet in één keer het gezicht van Brigitte Bardot of van. Ja. Nee, maar dat is het gezicht, ja. Je bent iemand, een persoon, maar dat is. Er is niemand. Er is een gezicht, er is een zichtbare gezicht. En misschien komen daar woorden, that's it. Maar dat is alles, er is niks meer dan dat. Er zit niet een verhaal van hoe Roosmarijn haar leven is. Nee, dat is er niet. Nee, dat is de vrijheid. Vrijheid. Ja. Dat is niet alleen hier. Dat is het enige wat er is. Maar wat kan zijn, is dat er een diepgaande overtuiging en gevoel is van, ik ben hier en dat ik moet mijn leven leiden. Het is eigenlijk een misverstand, maar zit zo in je lijf. Dat het lijkt alsof er steeds iets anders moet. Dat voortdurend bezig gaat om het te verbeteren of om iets daarmee te doen. Maar, ja. Alles gebeurt gewoon. Ja, het gaat vanzelf. Ja. En er is niet een richting, want we denken altijd in tijd. Dat is de normale manier van hoe we denken. Er gebeurt iets daarvoor en daardoor ging dit zo. En nu moeten we zo. En dat. Er is geen tijd, het is alleen maar dit. Dat is echt, we zijn zo in tijd. En voor en na. En ik ben zo in het Engels. Oorzaak en gevolg. Het is geen oorzaak en gevolg. Het is alleen maar wat gebeurt.
Er is ook geen relatie, want er is niemand. Het is ook niet bij de ander, zou ik maar zeggen, ander. Ja. Er zijn geen relaties. Nee. Wow, dat is... Wow, geen relaties. Alles lijkt een relatie. Niet alleen met een persoon, maar ook met omstandigheden of met wat dan ook. Nee, er zijn geen relaties. Ja. Ja. Dus, dankjewel. Oké. Ik zal mezelf weer even muten. Ja. Hoor je mij ook, Roosmaar? Ja, ik hoor je. Okay. Hey. Okay. Hey. Hoi. Ja, ik zit in... oh ja. Ja, ik heb een mobiel. Ja, geef me niet uit. Nou, ik zet hem weer even aan. Want het ligt er zo stom bij. Maar okay. Ja, god, maar je ervaart jezelf natuurlijk de hele dag zo intens. Met jezelf zijn. Dat voelt zo als een... innig samen zijn, zal ik maar zeggen. Alsof je er dus bent de hele dag. En ik vraag me dan af van al die gewoontes die je dus op een dag doet. Los van het feit dat alles los is. Heb je al die condities, of hoe je dat noemt, gewoontes. Daar kan je dus ook niks aan doen. Hè? Bijvoorbeeld slechte gewoontes. Of je kan gewoon niks doen. Maar er zijn geen slechte gewoontes. Slechte gewoontes lijken omdat je dan misschien een... of je voelt jezelf niet goed of een ander voelt zich daardoor niet goed. Maar er is niemand. Dus er kunnen misschien gewoontes zijn, ik weet het niet eens. Er is niks wat daarmee bezig is. Dus dan is er een bepaalde manier van doen, blijkbaar. Of iets doen. Mm-hmm. Verder. Ja. Ja, maar er is geen slechte gewoonte. Er is niets wat daarmee bezig is. Maar het voelt alsof, ja. Alsof dit hier daar heel erg mee bezig is op een dag. Tuurlijk. Maar dat is ook hoe dat weer, als het gevoel is van ik ben er en ik heb mijn leven. Dan is er altijd een soort waarnemen of dat je naar jezelf kijkt en met jezelf bezig bent met dat wat gebeurt. Of met je gedachten erover. Of hoe is dat voor mij? Of wat doe ik nou? Of dat. Dat is het hele verhaal. En dat is een voortdurende focus op dat wat lijkt het allerbelangrijkste te zijn. Namelijk jezelf. En om te kijken hoe je nou in je leven de dingen wel moet doen of niet moet doen. Of wat dan ook. Bewustzijn van wat je doet. Ja. Maar en dat kan soms ook een beetje, tenminste wat ik van mezelf herinner, is dat... Oh, dat is op een gegeven moment zo. Het is een constant daarmee bezig. Je kan er ook niet uit. Je kan er niet uit. Het is niet iets wat je kan denken van nou stop ik het even. Want dat is weer een nieuwe. Weet je. Het gaat maar door. Ja. Je kan soms als een gevangenis voelen. Ja, heel erg. Ja. Ik voel het als een gevangenis. Want het komt mij, of dat wat ik als mij ervaar, niet uit. Ik heb bijvoorbeeld geen discipline of bijna niet. Al die dingen, nou echt verschrikkelijk. Dat ik gewoon, daar deed het maar mee zit. En dan lijkt het wel eens een soort wachtkamer. Alsof ik moet wachten tot dat laatste beetje wegvalt of zo. Maar het betekent niet dat als er... Yes, wat is discipline? Maar het verandert niet. Maar dan is er dat niet. Nou, en? Het gaat namelijk nergens heen. Nee. Het is alleen maar dat. En dan geeft het geen betekenis. Maar we zijn zo geprogrammeerd of ermee bezig met wat beter is. Of je moet wel eigenlijk oefeningen doen. Of weet ik veel, met je van alles. Ja. En als het niet gebeurt, dan gebeurt het niet. Ja, daar is verder, er is geen... Ja, nee. Als het er niet is, is het er niet. Maar er is altijd iets wat er naar kijkt. En daar gaat het altijd over.
oh, dit is wel goed. En oh, dit is, oh shit, daar zit ik er weer in. En nou doe ik het weer. Ja. Of nou, oh, dat stukje, dat die, de droom van het, dat is de droom van het ik waar ik het over heb. Ja. Dat is, en dat, die lijkt zo belangrijk. En dat kan soms op een gegeven moment, of het kan heel sterk worden, of het op een gegeven moment, dat het eigenlijk helemaal echt nergens over gaat. Het gaat gewoon helemaal nergens over. Er heeft niks met goed en fout te maken. Maar die kan zo krachtig en sterk zijn. Je kan er dus niks aan doen. Nee. Er is ook niks wat je fout doet. Nee, bijvoorbeeld, ik eet heel veel dropjes, bijvoorbeeld. Ja, ja. Nou, daar word ik echt altijd beroerd van. Ik blijf het maar doen. Ja. Dat zijn dingen. Gaat door totdat het misschien verandert of misschien niet. Dan is het dat. Ja. Dan is er een beroerd voelen. Maar het, Ja, dat is het zo. Dus altijd iets wat van, oh, nou zou je dat toch eens een keer eindelijk moeten weten. Nou, dat zijn die heftige, die heel veel mensen natuurlijk kennen. Ja. Nou, blijkbaar. Ja, gaat vanzelf. Dat dropjes eten gaat vanzelf. Dat is er. En dan, en dan is het beroerd voelen. En we verbinden het ook nog allemaal met elkaar. Ik weet niet eens. Dan is er een bepaald gevoel. Dan is er dat. Het is alleen maar dat. Het verbinden met van alles. En oh, nu heb ik dit gedaan. En daarom voel ik me zo. En nu, die is ook een hele krachtige. Er is geen verband. Er is geen verband. Die lijkt zo overtuigend. Ja. Ja, plus dat de hele mensheid daarover heeft de hele dag. Over die verband. Iedereen gaat ervan uit van iets wat ervoor is en daarom gebeurt er dat. En dan kunnen we beter dit en allemaal nieuwe ideeën over dat. Het is eindeloos. Het gaat ervan uit dat je een keuze hebt, dat er iemand is en dat het ook nog dit is beter dan dat. Het is een compleet misverstand. En het is ook de droom dat daar iemand een keuze kan maken. Nee. Ja. Er is ook geen... Er is geen ervoor. Er is geen tijd. Als er geen tijd is, is er geen ervoor en daarna. Dan is er een dropje. Of weet ik veel. Ja, dat. En that's it. Ja. En dat hele verhaal erbij... Dat is dat extra ernaar kijken. En in het verhaal zitten altijd twee dingen, goed en fout. Dat hoort daarin. Ja. Maar het is alleen maar een verhaal. Ja, en het stopt wanneer het stopt. Je kan er niet zoveel aan doen. Nee, maar het hoeft ook, maar het hoeft niet te stoppen. Het hoeft ook niet, want dat is ook het idee van, nou, het zal, op een gegeven moment is deze slechte gewoonte klein. Misschien wel niet, weet ik veel. Er is niemand, er is ook niet een vast lichaam, dus er is ook niet iemand die daar voor zijn lichaam zorgt of niet voor zijn lichaam of haar lichaam zorgt. Dat is ook zo'n een idee. Dit gaat over compleet iets anders. Het is compleet buiten het verhaal. Dus er is ook niet een vast lichaam. Er is alleen maar dat dropje. Verder, that's it. Ja. Ja. Extremely. Ja. Gewoon waar. Het is gewoon waanzinnig. Ja, en dat is de vrijheid. Alles is op zich. En alles is vrij... Op zichzelf, in zichzelf, laat ik het zo zeggen. Die beweging met dat erop, dat is de beweging, vrij. En dan is er een bepaald gevoel. Dat is ook vrij van. Het is alleen maar dat. Niks meer, niet waarom. Gewoon alleen maar dat. Een gevoel. Ergens. Ja. Oké. Nou. Ik bedoel, ik kan het heel goed horen, of tenminste dat wat je zegt. Het is inderdaad een ruimte. Het lijkt wel de ruimte ertussen die jij aanspreekt. Ja. En het is niet iets waar je wat mee kan, maar wat wel door kan werken, zo meer. Ja. Of dat het doorresoneert, inderdaad. Ja, zo. Ja. Ja. Oké, nou, dank je. Ja.
Oh, chat. Zie ik. Wacht even. Ik heb... Oh, wacht even. Dat gaat niet goed. Misschien. Oh, zo. So, oh, zo so wat. Maar ik weet niet meer waar het over ging. Oké. Okay. Ja, dat was de respons op Patty. Oh, oh ja, oké. Okay. Ja, ik weet het ook niet meer. Nee, oké. Okay, laten we het zo. Ja. Ja. Ja, ik merk bij mezelf dat ik soms... een of andere manier nog wel een beetje last heb van die spirituele dingen waar ik mee bezig ben geweest. En die boeddhistische teachings, dat is ook niet makkelijk. Zo, er zit zoveel in, goed en fout op een bepaald, in het uiteindelijk gaat het over dit zou toch beter zijn. Of, ja. 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 Maar soms kan ik het ook wel zien dat het gewoon gedachten zijn. Oké. Ja. Ja. En soms is het sterker en soms merk je het en denk je, oh my god, daar komt hij weer. Weet je, oh ja. En soms is het, zit je erin voordat je het weet. Ja. Ja. Maar we gaan er allemaal zo vanuit, dit is mijn leven. Het is zo krachtig. Dit is mijn leven. Oh, en nu zit ik in dit... er is natuurlijk geen ik. En je snapt hem... niet speciaal jou hoor. Maar je snapt een beetje waar het hier over gaat. En denk je, oh, daar ga ik weer. Daar gaat weer... maar dat is... Het is zo... In je lijf zit dat gevoel van... er is ergens nog niet helemaal goed. Dat is zo diep geworteld. En dat kan over allerlei dingen gaan. Over de manier waarop je je beweegt. Of over geld. Of over gezond. Of over... Er zijn zoveel verschillende thema's waar dat in kan zitten. En wat uiteindelijk altijd hierover gaat. Over dat... Er is ergens iets... Ah, nou doe ik het weer. Of oh jee, wat doen we dat? Die is zo krachtig. Zit zo diep in je lijf. En die is niet, je kan niet denken van, oh nou, wanneer gaat die nou eens, ja, je kan wel denken, wanneer gaat die nou maar eens weg. Maar dat is dat ik, dat is dat, het ik is, er is ergens, is het nog niet helemaal. Je bent al op de goede weg, maar nog niet helemaal. Nou, dat gaat maar door daarin. En die is zo overtuigend. Maar het is een misverstand. Maar dat het begrijpen is daarin, dat kan soms, maar dat kan soms ook lastig zijn. Omdat je het zo goed snapt en tegelijkertijd gaat het nog steeds door. En het is sterker dan dat. Ja. Mm-hmm. Ja. Ah. Het lijkt alsof er dat is een chat. Het lijkt alsof er continu problemen moeten opgelost worden. Ja, bijvoorbeeld in mijn flat. Er is steeds iets wat moet gerepareerd worden, wat verbeterd kan worden. Het houdt nooit op. Maar dat is precies hetgene waar het steeds over gaat. Het is altijd, het is nooit genoeg. Dat is het gevoel. En dan, dat is ook, dat kun je zien in de wereld, in omstandigheden. Het lijkt wel alsof dat op dat moment zo, dat is het zichtbaar worden van dat. Die manier van denken. Dat is... Het is nooit goed genoeg. Op het moment dat daar... het afgescheidene voelt. En ik kijk naar mezelf. Of naar de wereld. Dan is het altijd gekleurd. Daardoor. En dan op een gegeven moment... En dan weet je, of die kleur wordt minder sterk. Of die kleur is er niet. Dat kijken is er niet. En dan... Oh, het is gewoon wat het is. Het is niet goed of fout. Nee, het is gewoon... Het is... En het is niet eens... Het gekke is dat op het moment dat je naar kijkt... ben je er altijd mee bezig. Op het moment dat ernaar kijken... of als dat weg is... dan is niks meer ermee bezig. Dus het is iets... Maar dat, niet dat er iets verandert. De manier waarop je eruit ziet... en de gewoontes en alles... dat blijft hetzelfde. Alleen er is niks meer wat ermee bezig is. Dat is het enige verschil, maar het is natuurlijk wel groot. En tegelijkertijd merk je niet eens dat het veranderd is, want er is niks wat ernaar kijkt.
Ja, voor mij voelt het wel dat het zo zaterdag, toen had ik wel zoiets van ja, maar dat is wel. Van ik lijkt het alsof er weinig verschil is, maar aan de andere kant, nou ja, je kunt niet zozeer over kanten spreken, maar is er wel een groot verschil. Ja, daar snap ik wat je zegt. Ja. Maar wat er op het moment dat er niks mee bezig is, dan kan je ook niet zo goed dan kan je niet vergelijken. Nee, op dat moment gebeurde het ook helemaal niet. Nee, precies. Ja, en dat geeft natuurlijk wel heel veel rust, heel veel, ja, compleet, ja, compleet Terwijl andere de energie. omstandigheden en alles wat hetzelfde is, dat is Allemaal eigenlijk gelijk. bijzonder. Dan denk je, wauw, wat een verschil. In Ja, die zin snap ik het. ja, ja. Dan heb je echt zoiets, oké, dat is wel, ja, dat is wel, ja. Nou, ik vond het wel fijn. Ik weet nu wel van het kan wel. Ja. Maar dan vraagt iemand, ben je er dan niet mee bezig als iets hersteld moet worden? Ja, dat praktische dingen kan er mee. Als er een lekkage is, dan is het niet van, oh, dat is wat gebeurd. Nee, dan gebeurt er blijkbaar, gaan er dingen, weet niet. Het is alles wat normaal ook gebeurt, het gaat er ook door. Het enige wat weg is, is daar de mee bezig van, oh, heb ik het nou wel goed gedaan? Oh, had ik nou niet beter dit? Of de hele dat. Maar natuurlijk, de actie is er wel. Of het vergeten van de actie. Dat je denkt, oh nee, nou moet ik echt bellen. Ja, ik ga straks bellen. En dan totaal vergeten. Of wel bellen. Of, ja, maar dat is gewoon, maar dat is hetzelfde. Dat verandert niet. Wat het ook is op het moment dat het gevoel is van het is niet genoeg, dan lijkt het wel of je altijd iets ziet wat nog veranderd kan. Of misschien moeten we dat ook nog verbeteren. Of dat, op het moment dat er niet is, dan kan dat soms wel gebeuren, maar ja, of niet. Het is geen issue. Wat we doen vaak is dat je probeert een voorstelling te maken van hoe Roosmarijn misschien of iemand, hoe die dat doet, zodat je misschien zelf daar wat aan kan of mee hebt. Je kan het je niet voorstellen. Want dat is weer hetzelfde, want dan probeer je het in te voegen en een bepaalde manier daar een voorstelling van te maken wat we gewend zijn en te kijken van, oh, misschien kan ik er zo wat mee. Nee, je kan hier niks mee. Je kan hier niks mee. Dat is bijna, dat wil je eigenlijk ergens niet horen. Want ergens kom je hier omdat er iets is waarvan je denkt, hier heb ik last van. En misschien wordt hier iets duidelijk. Of hier kan ik. Nee, je kan hier niks mee. Want het enige wat er gezegd wordt, is dat wat gebeurt, dat is het al. Dus je krijgt niks mee. Het onvoorstelbare, dat precies dat wat gebeurt, waarvan je denkt, oh ja, maar dit heb ik dan en dit heb ik dan. Ja, is dat alles? Is dat compleet? Ja, maar zo wil ik het niet. Dat is vaak wat we denken. Ja, nee, maar dat is het wel. Niet dat het, dus hier gaat het niet over een leuker of fijner of meer ontspannen of dat. Nee, het is alles. Er is geen ontsnappen van dat wat is. Gewoon dat. Emotie of de tafel, er gebeurt niks of weet niet wat.
Mag ik nog wat zeggen? Ja hoor. Ja. Ik hoorde Anita op een gegeven moment zeggen van ja, het kan dus toch, weet je wel. Van ja, ik ben zelf ook heel lang bezig geweest met het boeddhisme en nog wel. Maar ja, al die tijd dan hoor je maar van ja, je moet nog een keer naar die retraite. Je moet die persoon die heeft echt iets bijzonders te vertellen en die empowerment en nou, daar ben je nog niet aan toe. En misschien over 10 jaar kun je daar eens een keer voor kwalificeren en dat soort, die hele, dat heb ik gelukkig ook achter me gelaten. Dus ik heb op een gegeven moment, ja, bij toeval ook Tony Parsons ontdekt en ja, dan op een gegeven moment krijg je een soort, gelijk denk ik, ja, hij is niet een soort guru of zo. Dat wil hij ook helemaal niet. En ik moet ook niet in die rol willen stappen. Hè? Van nou, dit is de nieuwe meester of wat dan ook. Maar gewoon, ja, het resoneert op de een of andere manier. En ja, dat is dan een stukje inspiratie voor mij. Meer is het niet. En ik merk ook, zeg maar, in het dagelijks leven dat ik steeds minder geneigd ben om dingen te verwachten of doelen te stellen. En dat is op zich al een hele, heel ontspannen. Zeg maar, zonder dat je dan op een gegeven moment, ja, dat gebeurt van allerlei shit natuurlijk om je heen, maar ik merk wel bij mezelf dat ik, ja, me steeds minder druk ga maken. Dingen die nou eenmaal zo lopen, weet je. Maar ook zonder dat ik dan in een soort fatalisme schiet. Dit is wel een soort. En dan spreekt me, jouw boekje, dat spreekt me dan wel aan ook. Hè? Die titel ook. De vrijheid, zeg maar. En ook de verwondering. Als het steeds nieuw is, het steeds fris. Je kunt niet. Als je een etiketje op iets plakt, ja, dan is het alweer oud. Of dan zit er al een soort verhaaltje omheen. Ja, zoiets ben ik nu een beetje aan het aftasten, zeg maar, vanuit mijn beperkte blik. Maar goed, het is, ik vind het prettig om hier zo uit te wisselen. Ja. Ik denk dat er nog meer mensen zijn zoals ik. En, ik denk, ja, het enige wat misschien, want jij hebt ook niet een methode of wat dan ook. Het is gewoon, dit is het gewoon, uitwisselen en ja, op de een of andere manier dingen horen die je dan of niet herkent. Ja. Zoiets. Ja. 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 Geen huiswerk. Nee. Geen accumulaties van mantra's of van weet ik veel wat. Nee, want als er niemand is, aan wie moet ik dat zeggen? Ja. Dat is het. Maar ja, het is natuurlijk. Het heeft wel een tijdje geduurd om dit zo te ontdekken. Ja. Dankjewel. Ja, dankjewel.
Ja, en het luistert zo nauw ook. Want ik was laatst dus ergens waar iemand de hele tijd maar zei dat hij verlicht was. Ik kon het gewoon niet meer aanhoren. Ja. De hele tijd maar zei van ja, God, nu ik verlicht ben. En toen had ik ook echt iets van, wat is dat dan? Wat bij mij, wat daar niet tegen kan. Ik vond het echt verschrikkelijk. Alsof die me wat aandeed door dat steeds zo te zeggen. Want ik ben dus verlicht. En ik had het niet eens meer, ik weet niet meer precies hoe het ging. Maar ik kwam gewoon in een soort shock terecht. Terwijl vroeger kon ik dat makkelijk hebben. Het gaat er bij mij ook niet meer in. Nee, maar dat is iets. Het verschil. Ja. Maar het maakt iemand heel bijzonder. Een soort heel bescheiden zeggen dat je heel bijzonder bent. Ja, ongelooflijk. En ik kon het eigenlijk ook heel moeilijk zeggen, want op een gegeven moment probeerde ik dus dat te zeggen. Mm. Nou, ik werd gewoon compleet belachelijk gemaakt. Ik stond ook helemaal te trillen. Want ik kon, dan moet je dat ook maar weer heel goed kunnen zeggen. Hè? Van, wat is het dan? Wat het probeert te zeggen en wat moet je zeggen? Maar dat vind ik toch wel heel apart. Het luistert zo nauw. Want iets in mij, ook nu, voelt dus iets, ik weet niet wat het dan is. Het resoneert dan of zoiets. Ja. Of het resoneert niet. Ja, maar dat is het. En het zit dus zo'n klein haartje tussen. Ja. Maar het is een wereld van verschil. Ja. 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 Ongelooflijk echt wel. Ja. En ook ik weet niet, een heel raar gevoel eigenlijk. Ja, dan kan je niet zeggen wat het is. Nee, dat snap ik. Nee. Ja. Nee. Maar een hele aparte ervaring. En eigenlijk ook niet uitleggen. Ook niet uitleggen. Eigenlijk ben je totaal machteloos ook. Ja, ja. Je kan jezelf helemaal niet sterk maken. Nee, maar waarom zou je het uitleggen? Het is heel duidelijk en that's it. Ja, of je het uitlegt of niet. Ja. Nou ja, ik voelde me op een gegeven moment heel ongemakkelijk. Dus ik wou een soort van weg, maar dat kon eigenlijk niet. Maar ja, waarom zou ik weg willen? Want ja, het is heel raar. Dat kan. Kan toch? Ja. Kan toch in de situatie dingen. En dan, weet ik niet, er kan van alles gebeuren. Dat is gewoon. Ja. Ja, maar ja, het is ook iets dan wat er dan gebeurt. Dat is gewoon gebeurd. En dat kan natuurlijk. En dan een ongemakkelijk gevoel. En dan weet ik veel. Dat is niet dat dat opeens nou nooit meer zal gebeuren. Nee maar ik vraag me dan wel af wat dat dan is in mij. Of dit. Ja, maar, wat zich een soort van genomen voelt. Ik voel me eigenlijk gewoon. Maar waarom zou je het willen weten? Dat is op het moment dat dat gebeurde, was het blijkbaar heel duidelijk. En that's it. Maar that's it, Is ook wel een beetje zo, de ene oor in en de andere oor uit. Klaar. Ja, zo, ja. Ja, en niet, want dat is dat beetje ook dat spirituele van wat gebeurt er met mij, dat ik zo me geïrriteerd voel. Maar het heeft niks met jou. De situatie is alweer anders. En dat kan irritatie zijn. Ja, misschien hangt het in die kamer. Weet jij veel hoe dat werkt? Ja. Het is niet van jou. Dus dan neem je te veel. Het is gewoon wat gebeurt. En dan ben je buiten is het weer anders. Ja. Maar al die sensaties. Ja, die kan van alles zijn. Die zijn dan wel heel voelbaar. Maar die zijn niet van jou. Zijn niet van jou. Die hangen daar. Dat is wat in de ruimte hangt. Wij denken heel vaak, als je het voelt, ga je ervan uit dat het bij jou is. Maar ja. 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 Ja, omdat het er via mij dan uitkomt. Als er wat gezegd wordt of gevoeld wordt. Ja. Ja. Via dit. Maar dan komt er weer een heel. Want dan. Dat zeggen is het. En dan. Weet je, we verbinden alles met elkaar. Dat is je identiteit. Of hoe jij, en dat maakt een soort geheel. Het is los.
Het is vrij. Ja. Ja, nou, mooi is dat. Mooi om te voelen steeds het... Ja. Dat ik het kan voelen. Ja, ja. Ik moet kort reageren op Patty. Ja. Ik ben eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig naar die persoon, want... Nee, daar gaan we het niet over. We hebben het alleen over mij. Een heel klein kansje dat het verlicht is. Maar ja, als ik hem dan kan ontmoeten, dan voel ik dat meteen aan. Ja. Dan voel ik meteen aan of hij inderdaad liegt of dat hij inderdaad is wat hij... Ik denk niet dat iemand liegt. Ik denk dat iemand oprecht best overtuigd kan zijn van dat. Dat geloof ik wel, maar ja. Zeker, dat geloof ik ook. Het is een soort van verhaal ook. Ja. En het voelbare is dat het licht eigenlijk uitgaat bij zo'n verhaal, maar goed. Ja. Ja. Oh, er zijn ook weer andere nog. Een klomp energie tussen alle andere klompen energie in het oneindige universum. Ook dat is niet werkelijk. Nee, het is schijnbaar wat gebeurt, maar dat wil niet zeggen dat het is wel wat gebeurt. Natuurlijk is het schijnbaar, maar het is voelbaar. En tegelijkertijd is het er niet. Het is je kan het helemaal niet meer pakken. Op een gegeven moment wordt het allemaal iets van, hoe zit dit dan? Nee, je kan het niet pakken. Want dat is wat we normaal denken van, dit is van mij en dit is van jou. En dan is het duidelijk en dan snappen we het. En dan wordt het hanteerbaar en allemaal dat. En dat is dat veilige gevoel van dat je het begrijpt. En dat het dus ook stevig en allemaal dat. Of veilig. En dit is... Is daar compleet los van. Dus dat maakt het ook dat je het ergens kan het resoneren of kan het ergens dat je merkt van oh ja. En tegelijkertijd zou je het niet eens kunnen navertellen. Nou, dat is hem. Eigenlijk is het dat. Juist als je het niet na kan vertellen. Want als je het weer na kan vertellen, dan is het alweer een verhaal. Ja. En dan zegt iemand, ik zou toch graag in een huis wonen wat perfect in orde is. Daar hoef ik niet constant mee bezig te zijn. Of vindt een persoon het juist leuk om met dingen op te lossen of te verbeteren. Maar het is, ja, weet je, hier kan je geen antwoord op geven. Er is altijd iets, er kan zijn dat je in zo'n huis woont. Ik kan daar niks over zeggen. Ik weet niet hoe dat, dan is blijkbaar dat de situatie. Chill in Nederlands. Dank je dat ik nu... Ja? Oké. Okay. Ja. Er is niemand. Er is niemand. Dit is het. Dit is de beweging van je handen. Of nee, niet van je handen. Dit is een beweging van een hand. Dat is het. Er is alleen maar dat. Het is letterlijk alleen maar dat. Er is niks voor, er is niks na. Er is alleen maar dat. Het is alles. Het is alleen maar dat wat het is alles. Dus het maakt niet uit wat het is. Het kan zijn fietsen of buiten zitten of een tafel. En op het moment dat er iemand is, gaat het over alles gebeurt met mij. Ik ben degene, ik ben het centrum van alles wat gebeurt. Er is geen centrum. Er is geen centrum. Er is niemand, dus het gebeurt ook niet met jou. Het gebeurt. Het is een tafel of een straat. Of een beweging. Voor niemand. Dat is de vrijheid. De vrijheid is dat het voor niemand is. Dat het alleen maar dat is wat gebeurt. En dat het nieuw is. Het is alleen maar nieuw. Zo, er is dus ook geen voor, daarvoor. Het is nieuw. Nou, wat fijn dat jullie erbij zijn. Leuk dat jullie allemaal komen in het Nederlands. Ik wil even wennen. Ja. Even wennen aan de taal. Aan de taal, ja, het is opeens zo anders. Het
Het is heel makkelijk en tegelijkertijd ook anders. Gek is dat. Ja. Ja. Even die opname uitzetten.